Goedendag, de zomer is alweer over de helft en het begon allemaal glansrijk met schitterend weer eind mei, juni begin juli, maar inmiddels gaan de scherpe en mooie kantjes er toch een beetje vanaf. En er wordt inmiddels behoorlijk wat gemopperd over het weer deze zomer. En hoe zit dat nou eigenlijk? Is het nou echt van dat hondenweer of beestenweer? Nou, als je nou naar de cijfers kijkt van de neerslagstatistieken in Nederland, dan valt het eigenlijk wel mee. En zijn het zelfs verrassende cijfers, want in een gemiddeld jaar regent het in Nederland slechts 7,5% van de tijd. Oftewel 293% van de tijd is het droog. En als we kijken naar deze zomer, gerekend tot en met gisteren, 5 augustus, regende het 6% van de tijd. En een normale zomer is zelfs nog wat lager, met 5,4% van de tijd neerslag. Dus deze zomer inderdaad net wat meer neerslag dan anders, maar toch nog altijd maar 6% van de tijd. Oftewel, 94% van de tijd is het in deze zomer droog. En als je dan kijkt naar het aantal dagen in Nederland... dat er meetbare regen valt van tenminste 0,3 millimeter... over een heel jaar gereken, gerekend, dan zie je eigenlijk opnieuw verrassende resultaten. Want dan blijkt dat het op wel in donkerblauwe gebieden 175 dagen per jaar... Minstens 0,3 mm regent. Maar ja, dat kan dus een dag zijn als vandaag. Met een kort buitje van vijf minuten. Dat telt dan wel als een regendag. Maar eigenlijk is het gewoon een prima dag. Droog weer. En we hebben ook flink wat zonneschijn gehad. En als je kijkt naar zonneschijncijfers. dan hebben we in het Nederlandse klimaat. zo ongeveer 34 procent van de tijd dat de zon boven de horizon staat. inderdaad te maken met zonneschijn. En in de zomer liggen die cijfers normaal iets hoger, op 40%. En we zitten tot en met 5 augustus precies op 40% van de tijd dat de zon kan schijnen, schijnt die ook in deze zomer. Dus zo slecht is het allemaal niet. En zoals gezegd, vandaag zagen we ook veel zon, maar korte tijd ook wat dreigende wolken. En er waren wat hoosjes gesignaleerd. En als we goed kijken, zien we hier ook... Even wat rotatie vanuit de weerkamer van Wageningen. Het was een poging van een tuba, want zo heet zo'n uitzakketje. Het is geen volwaardige hoos. Gaf wel aan dat de atmosfeer vandaag tamelijk onstabiel was. Dat is morgen niet zo. Dan is het overal droog met flink wat zonneschijn. Tot de volgende keer.